Hoi allemaal, ik ben Jeroen van JWS Houtbewerking en welkom terug op het leukste kluskanaal van Nederland. Video hebben jullie kunnen zien hoe ik een eiken vensterbank en een radiatoronderbouw heb gemaakt. Vandaag zijn we beland in mijn keuken. Ik ben namelijk dol op koffie en ik wil daarvoor een speciale plek gaan maken, mijn koffiehoek. Ik had oorspronkelijk hier een plank aan de muur hangen met drie beugels. Dat werd niet mooi, mijn katten lopen erop, dus dat mag steviger en stabieler worden. Ik ga vandaag daar dus wat aan doen. Ben je nou benieuwd wat ik daar aan ga doen? Blijf even hangen, blijf kijken. En laat me aan het einde weten wat je ervan vond. Eigenlijk start ik deze video midden in het project. Waarom? Omdat ik jullie wil laten zien wat ik heb fout gedaan en waar jullie van kunnen leren. Een klein stukje voorgeschiedenis wat hier al gebeurd is. De plank die hier oorspronkelijk aan de muur zat, die ging loslaten. Het is een gipsblokkenbandje en de plug kwamen we op den duur uitzetten. Ik had een nieuwe eikenplank gemaakt van aan de muur met een ander soort beugels en nieuwe pluggen met nieuwe gaten. Het blijkt dus zo te zijn, ook ik maak fouten, dat deze plank daadwerkelijk te zwaar was. Ook gebeurde hier dus weer hetzelfde. De plank kwam van de muur, de pluggen lieten los. Het moet dus wederom nog stabieler en steviger worden gebouwd. Dat ga ik proberen in deze video aan jullie te laten zien. Wat het nieuwe plan wordt, is eigenlijk heel simpel. Uiteraard een eikenplank aan de bovenkant. We maken één eikenplank staande aan de zijkant. En we maken aan deze kant maken we een heel klein, smal kastje. Hier zullen we de koffiekopjes in kunnen, de lepeltjes en nog verdere accessoires. Zo creëren we gelijk wat meer opbergruimte. Het geeft wat meer karakter. En voornamelijk een stabieler geheel. In de hoogteverstelbare werkbank gebruiken we nu om de hoogte te bepalen voor de volgende plank. De staande waar ik het al over had gehad, die ben ik nu aan het uitrekenen. Deze moet in verstek komen. Dit is het uiterste verstek die ik nu hieraf heb getekend. Doordat ik de verstelbare werkbank heb gebruikt, kan ik hem dus precies op hoogte zetten en deze waterpas, omdat de vloer hier ook waterpas is. De volgende stap is om deze plank nu ook in verstek te zagen. Hieronder. We'll be right back.
for a distant star. Don't stop now. Isn't it strange to how we're safe at home? To the counting days until the second call. If you're gonna make a change, you have to let me know. Turn the shit around, just out of top the notes. It's all you need to do.
Ik persoonlijk hou helemaal niet zo van hele lange video's. En vandaar dat ik hier dus nu ook mijn video ga stoppen. In de volgende video ga ik verder met het afmaken van mijn koffiehoek. En ben je daar nou in geïnteresseerd hoe het eindresultaat eruit komt te zien? Druk dan even op belletje, abonneer even op mijn kanaal. En dan zou ik nu zeggen, tot bij de volgende video. Later! Hey, psst! Nog één klein ding. 270 abonnees op mijn YouTube kanaal. En dat is dankzij jullie. En daarvoor wilde ik jullie allemaal echt enorm bedanken. Later!